Ik ben Marcel Wouters uit Westmalle en ik speel al 46 jaar met de Duiven in de regio Antwerpen. Ik speel gewoonlijk tussen de 350 en 600 kilometers afstand. De leeuw heb ik gekregen als gekocht als bon. En ik ging de bon halen bij die liefhebber. En er zaten 30, 40 duiven op dat hok. En de zoon zei, je moet die duif pakken zitten. En heb ik die duif meegenomen en daar is mijn leeuw uitgeboren. En het jaar erop was de 8e nationale alsduif. Maar die jongen en de kleinkinderen die daar uitgekomen zijn, zijn over heel de wereld. Na de 8e nationale alsduif van de leeuw, wie de deel wat bekend, had ik samengekweekt met Dirk van Dijk en daar kwam de poes uit. En uit de poes kweekde het jaar erop de 2e en de 7e nationale poes van 21.000 duiven. In 2009 vroeg Ad Schalakens je samen te kweken met de leeuw met zijn beste duivin. Daar kwam de Ad uit. In het eerste jaar won hem een paar kopprijzen, maar als jaarling won hem eerstes, tweedes en werd hij eerste nationaal alsduif en eerste Olympiade duif 2013, Nitra. In 2003, samen met Leeuw, had ik nog een ander duif, de Extreem. Een heel goede duif, maar die vloog alleen als het heel warm weer was of sterke wind op de kop. Daarom heette het Extreem, omdat het met extreem weer was. Met een aantal jaren werd de Leeuw meer en meer bekend en werd er meer mensen die duiven gekocht hadden van de Leeuw ook goed spelen. Namelijk Bart Gerings en ook Jos Verkammen, die had in 2008 een paar duiven komen halen. Het jaar erop won hij met het kleinkind Leeuw eerste nationale boes. En Electro, ja, dat zullen wel bekend zijn, die zit in 80% van zijn duiven eigenlijk. En dat is een zoon van een Extreem eigenlijk. Een van de beste kleinkinderen van een Extreem was Evita. Verleden jaar langs jonge duif, 3 nationals gevlogen. De 7e nationale van Boes, de 53e nationale van Châteauroux 1 en de 73e nationale Châteauroux 2, van een gemiddelde van 20.000 duiven. Evita is de dochter van de zoon van Extreem, samen met een van de betere duiven van Davin van Wille Daniels. De vader, de zoon van Extreem, waar ook Julia uitkomt. Uit de zoon van een Ad, met een duivin van Wille Daniels van 2,35, is ook Romeo geboren en is ook een halfbroer van Evita. Julia is ook geboren uit de zoon Extreem, vader Evita, bij een dochter van de Nat. Pitatje is dan een dochter van de Nat en de moeder is een zuster van Kootje, eerste nationaal alsduif van Danny van Dijk. Pitatje heeft maar 5 vluchten gevlogen, maar 5 goede vluchten en is dan 7e nationaal alsduif klein en half pond geworden. En nog een van de betere nazaten van een boes is Charlotte, 12e nationaal alsduif, KUB 2015. Ik hoop dat er veel liefhebbers zullen slagen met mijn duiven, wat ook in het verleden gebeurd is. En ik bedank EPW voor het vertrouwen.